bij weer een nieuwe video. En het is een video waar ik echt super veel zin in heb. Want ik heb heel erg veel dingen besteld op AliExpress de afgelopen maand. Echt heel erg veel. En een heel groot deel van die bestellingen is inmiddels binnengekomen. Zit vol in deze tas. En het leek me gewoon heel erg leuk om een nieuwe serie of niet eens een serie te starten. Want heel veel mensen doen dit. En een serie vind ik vaak iets wat echt jij alleen op je kanaal hebt. Maar gewoon weer een reeks aan video's waarin ik die pakketjes ga uitpakken. Ik heb ze overigens wel uitgepakt om even snel te kijken wat het is, want ik ben gewoon vet nieuwsgierig. Maar daarna weer lekker teruggestopt en eventjes opzij gelegd. Dus ik ga ze uitpakken en ik ga jullie laten zien hoe het product eruit hoort te zien volgens de verkoper. Ik ga ook de linkjes in de beschrijving plaatsen. En dan ga ik dus vergelijken, ja, is het wat het beloofd te zijn? Wat vind ik ervan? Ik ga eventjes kijken welke pakketjes ik in deze aflevering aan jullie ga laten zien, want ik wil het niet te lang maken. Dus ik zorg dat ik even een leuke mix maak van verschillende items. En ja, dan gaan we lekker beginnen. Als eerst heb ik dit pakketje. En hier heb ik de twee telefoonhoesjes die ik echt super leuk vond. Sowieso zal ik ook even laten zien hoe het verpakt wordt. Het zit gewoon in een bubbeltjes envelop. En deze hoesjes zitten heel erg netjes ingepakt. Mijn eerste indruk, ik heb ze nog niet opengemaakt verder, is dat ze er heel erg mooi uitzien. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is omdat ik een roze iPhone heb, dat het leuk is als het hoesje transparant is. Zodat je nog wel ziet dat je een roze iPhone hebt. Maar niet helemaal transparant, dat vind ik gewoon niet zo leuk en vaak wordt dat ook heel erg vies. Voor zover ik weet komen deze hoesjes heel erg overeen met het plaatje dat ik heb gezien. Sorry voor mijn nagels. Zo ziet het eerste hoesje eruit. Ik ga even mijn telefoon pakken, die ligt beneden, maar dat is wel zo leuk. Dit is mijn telefoon. Op het moment heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde soort hoesje, maar dit is een hardcase van de Bershka. En ja, ik vind het super leuk dat je gewoon je mobiel er doorheen ziet. Dit is overigens het allereerste wat ik volgens mij bestelde. Deze hoesjes kosten 93 cent per stuk. En ze hebben er 11 dagen over gedaan om te verzenden, om bij mij binnen te zijn. Dus dat valt echt reuze mee. En het linkje zit in de beschrijving. En jullie hebben nu gezien hoe het eruit zou moeten zien. En dit is dus hoe het hoesje eruit ziet. Heel erg stevig, een soft case. En dan van binnen dat, ik weet nooit precies wat het effect ervan is, maar heel veel hoesjes hebben. I don't know. Hij is super cute. Oh, hij is echt helemaal precies gemaakt dat je deze witte rand ziet. Dat heb ik nog nooit gezien bij mijn hoesjes. Dat vind ik wel heel erg mooi. Super tof voor 93 cent. En hij is heel erg dun en lichtgewicht. En je voelt hem bijna niet zitten. Super leuk. En dan het andere hoesje. En die is wat minder opvallend. Dat is deze. En ook deze komt gewoon heel erg overeen. Ja, met het hoesje dat je ziet op de foto. En de plaatjes zijn er ook echt mooi opgedrukt. Dit is gewoon echt een heel erg mooi hoesje. Super leuk. Dan een volgend pakketje. Oh ja, dit was echt super goed ingepakt. Ik denk dat hier iets heel groots in zit. Maar het enige wat hier zit is een zonnebril. Alleen de verkoper heeft het dus helemaal in heel veel schuim verpakt. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Dat ze het niet in een zo simpel mogelijk, goedkoop mogelijke verpakking proberen te doen. Dat is deze zonnebril. Deze zonnebril heeft er 12 dagen over gedaan om bij mij te komen. En hij kostte 1,73 euro. Dit is hoe je eruit zou moeten zien. En ook deze komt volgens mij best wel heel erg overeen met hoe je eruit ziet. Dit is hem. Het is echt zo'n 60s-achtige bril. Ja, hij is heel erg breed. Ik bedoel, dit is echt heel erg groot. En hij staat me volgens mij helemaal niet. Ja, dit is zo'n typisch iets dat ik denk van, waarom heb ik het eigenlijk besteld? Maar misschien vond ik het er op de foto iets mooier uitzien. Ik weet het niet, ik vond op de foto gewoon heel erg tof uitzien. Hij is ook wel mooi, maar ik vind hem te breed. Snap je wat ik bedoel? Dit zou toch veel dichter op elkaar moeten zitten. Maar in principe, ja, je ziet alles nu echt door een roze bril. Dat is wel heel erg leuk. Ik heb zoveel pakketjes, jongens. Zoveel. Dit pakketje. Geen idee meer wat hierin zit. Oh ja, die heb ik echt pas recentelijk binnengekregen. Deze heeft er precies 14 dagen over gedaan om bij mij te komen. En kostte maar 62 cent. Je kunt dus zien hoe die eruit zou moeten zien. En hij zat dus in een klein zakje. Heel netjes. En hij zit... in de knoop. Oh, hij zit in de knoop. Of doe ik dat nou? Ik heb overigens ook heel erg veel badpakken besteld. En het leek mij leuk om een speciale AliExpress bathing suits video op te nemen. Wat denken jullie? Een speciale video daarover of gewoon in elke video die dan hierna nog komt in badpak of zo? Oké, ja. We're getting there. Dus één ketting terug. Huh? Hoe werkt dat dan? Dus één draadje dat zeg maar dubbel zit. Meestal zijn het twee losse kettingjes en dit is eigenlijk veel mooier. Oh, wat leuk. Hij is wel wat langer dan ik had verwacht. Kijk. Dat vind ik heel erg leuk. Het voelt wel gewoon echt als een simpel kettingje, maar niet het simpelste van het simpelste. Je hebt wel eens echt die kettingjes die... Oh ja, dit dingetje gaat ook heel stroef. Echt heel cheap voelen. Het valt mee, maar... Even kijken.
Nou, leuk. Toch? Ja, heel leuk. Voor het geld al helemaal. Dan het volgende enveloppie. Wat zit hierin? Oh, moet ik eigenlijk weer verlopen, want daar heb ik mijn iPhone-kabel voor nodig. Ik zal eventjes weer kijken wat die kost. Deze kabelbeschermer van Hello Kitty kostte 66 cent en heeft er 20 dagen over gedaan. Dus bijna 3 weken, dat is best wel lang. En dit is hoe het eruit zou moeten zien. En dit is wat je krijgt. En ik denk dat dit ook wel is wat je denkt dat het is. Ik ben overigens bij mijn ouders thuis nu. Had ik dat al gezegd? Nee, hè? Ik heb even de kabel van de iPad van mijn moeder, want die van mij lag weer een verdieping lager. En daar had ik geen zin in. Dit doe je eerst om je kabel heen. Dan is dus de vraag of die past. Ja, dat past. Dit is een beetje verkeerd, denk ik. En dan... Dus dit is wel wat harder, dat roze. Dus dat klikt het in principe wel vast, volgens mij. Ja. Maar het blijft dat dit gewoon zo open schiet, dat witte. Maar het is wel super cute. En ik kan het nog bewegen. Hij doet het wel gewoon. Dus het is wel heel erg cute. En het is echt niet duur. Dan het volgende. Deze lip plumper kostte €2,40. En heeft er 12 dagen over gedaan om bij mij binnen te komen. Dit is wat het is wat ik beloofde te doen. Hoe het eruit ziet. En het kwam in een envelopje zonder verdere protectie. Dus dat is wel mooi. Want hij doosje is wel een beetje... Het doosje was open. En ja... Ik heb het wel getest trouwens. Ik kon niet wachten. Geen idee. Het werkt niet. Ik doe het waarschijnlijk verkeerd. Mini lip plump silicone. Dit is hoe het eruit ziet. Het is echt heel erg hard. Wat ik dus deed is dit. Het is zo hard. Indrukken. En dan... Het is veel te hard om te kunnen zakken zeg maar, op je lip. Dus mijn beide lippen passen hier niet in. Ik heb overigens nog een lip plumper besteld. Zodra deze binnenkwam en die dus niet deed. Die wat meer lijkt op die originele rode, zeg maar. Maar ik weet gewoon niet hoe dit werkt. Je moet je lippen nat maken met water of iets. Ik weet het niet. Er zit wel een gebruiksaanwijzing bij. Kijk, volgens mij zegt hij ook echt druk het in. En zuig, zeg maar. Clean your lip pump, heb ik gedaan. Wet the area around your mouth. Had ik toen ook gedaan, with a moisturizer. Position your lip plump head over your lip area. Compress the pump to expel air. Then release. Hold lightly in place. Pucker and wiggle your lips as far and deep into the lip plump. Mijn lip past hier niet in, hoor. Oh my god. Volgens mij zie je echt verschil. Het heeft best wel een beetje pijn. Ik weet dat dit gevaarlijk kan zijn of zo. Oh mijn god, het werkt hè? Volgens mij is het echt dikker. Ga ik het nog één keer doen? What the fuck? Het is echt ziek. Dit heb ik nog nooit gehad met zo'n lippenplumper dat ik zoveel resultaat had. Het kan niet goed zijn voor je lippen. Het kan ook echt niet lang duren, het effect. Oh mijn god. Oh my god. Oké, jongens. Ja. Dan gaan we door met het allerlaatste. Ik denk het is leuk om bijvoorbeeld een sieraad, een telefoonhoesje, een gadget, een beauty ding. Een beetje zo'n afwisseling. Dus als laatste ga ik dit pakketje doen. En dit is een selfie light. Damn, het voelt zo gek. Deze selfie light kostte €5,36. Best wel prijzig. En hij was binnen in precies 14 dagen. 2 weken. Ik heb hem overigens ook al getest, want ik was te benieuwd. Hij wordt gewoon zo verpakt en hij komt echt in een officieel doosje. En... even kijken. Zo ziet het doosje eruit. Oh, zo zou het er trouwens uit moeten zien. Nog een doosje zit erin. Ik voel me zo raar nu. Ik zat ooit te denken van ik wil ooit niet door mijn lippen laten opspuiten. Maar ik weet niet of ik het nou echt mooier vind. Natuurlijk ziet het er dan wel wat netter uit. Een gebruiksaanwijzing. Maar in principe is het niet zo lastig te gebruiken. En ik heb degene gekozen. Daarom was het ietsjes duurder ook. Maar het scheelt bijna niks. Met een oplaperkabeltje. Dus niet met batterijen. Dus dat scheelt ook maar in gewicht. Zo ziet het eruit. Hij was al opgeladen en ik heb hem zelf ook nog opgeladen. En je hebt 3 standen. Ik ben trouwens benieuwd of jullie nou verschil zien. Jeetje, die lippen kunnen echt niet. Ik vond het zelf het verschil echt minimaal. Maar wat de bedoeling is dat je hem op je telefoon klikt. En het lastige is dus, is dit de felste stand? Ja, het beste kun je natuurlijk even doen als het wat donker is. Maar in principe is het hier niet
heel erg licht. En dat je dan een foto maakt. Maar het stomme is, als je de foto maakt, zie je de helft van je gezicht niet doordat dit in het beeldscherm zit. Ik zal even een selfie maken. Ja, met deze lippen. Ik ben trouwens helemaal niet goed in selfies. Oké, dit is echt een hele enge foto. Maar dit is mezelf met ring light. Dan ga ik er nu eentje zonder doen. Ik kijk echt als een koe. Dit is mijn hoofd. Nou, dit is zonder. Dit is met, dan zie je ook een ringetje in mijn ogen. En dan zonder. Dan zie je alsnog in mijn autoreflectie van het raam, zeg maar, een beetje. Een soort van vierkantje, maar niet echt dat ringetje om je oogbal. Ik weet niet zozeer of ik dat ringetje persoonlijk echt heel erg mooi vind. Toch 5 euro, dus ik weet het niet. Oké, dit was mijn review. Ik heb dus nog mijn pakketjes hier en thuis ligt nog meer. En er komt nog veel meer binnen, dus ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Wil je vaker dit soort video's zien, doe dan zeker een duimpje omhoog. En ik kan bijna niet meer praten door die lippen. En ja, ga even los in de comments. Heb je nog tips over wat ik kan bestellen? Ik heb echt heel erg veel besteld. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Doe dus zeker een duimpje omhoog. Als je hier nieuw was, vergeet dan niet hieronder te abonneren. En dan hoop ik dat ik je weer terugzie bij een nieuwe video op zaterdag om 9 uur. Of wellicht tussendoor nog met een extra video. Doei!